Goedemiddag, dames en heren. In de vakantieperiode heeft ICT van deze faculteit, universiteit, iets gedaan met het geluid van deze aula, waardoor er een hinderlijke galm ontstaat. Dus ik vraag ook straks bij de oppositie om de leden van de corona zo dicht mogelijk bij de microfoon hun vraag te stellen en langzaam te spreken, zoals ik het nu voor probeer te doen, om elkaar te verstaan. Ik open hierbij de zitting waarbij de heer Volker Heinz Hackert zijn proefschrift Mapping Underestimation in Q-Fever zal trachten te verdedigen aan deze Universiteit Maastricht. Ik geef het woord aan de kandidaat. Geachte prorector, geachte leden van de corona, geachte vrienden, kennissen en familie. Dit proefschrift heeft mij in totaal 12 jaar gekost. De grote uitdaging is dus eigenlijk om het nu in 15 minuten gecomprimeerd samen te vatten en aan jullie te presenteren. Het mogen duidelijk zijn dat ik alleen de highlights kan zien van deze afgelopen jaren. Dus mapping, underestimation in Q-fever. Het in kaart brengen van onderschatting bij Q-koorts. Q-koorts, heel snel, wat is Q-koorts? Het is een bacteriële ziekte veroorzaakt door de verwekker Coxiella burnetii of Coxiella. Het is een bacterie die in de cel leeft en wereldwijd voorkomt in heel veel diersoorten. Dat gaat van vogels, insecten tot zoogdieren, maar vooral dus in geiten en schapen. Geiten en schapen worden daar over het algemeen niet ziek van, maar ze kunnen wel tijdens het lammerseizoen dan verwerpen, dus abortus hebben. Hoe worden mensen ziek? Overdracht van dieren op mens, dus van geiten op mensen, dat gaat of via direct contact met dieren, maar meestal toch via de lucht. Dat betekent dat de bacterie over lange afstanden voortgewaaid worden. Mensen die de bacterie inademen kunnen ziek worden. Ook al gaat het om een kleine dosis. Dus één bacterie is eigenlijk al genoeg om ziek te worden. Dit geeft het nog een keer schematisch weer. Wat je hier ook heel mooi ziet, is dat het over lange afstanden gaat. En zelfs vanuit een landelijk gebied, van een boerderij, een geitenboerderij ergens, naar een urbaan gebied of een stedelijke gebied. Dus afstanden van, ik laat het straks nog zien, tientallen kilometers. Wat doet Q-koorts bij de mens, dus bij iemand die besmet geraakt is? Je kunt acute Q-koorts krijgen. De meeste mensen hebben helemaal geen last van zo'n besmetting. Vaak is het ziektebeeld heel mild. Maar sommige mensen krijgen koorts, een soort griepachtig ziektebeeld met soms ernstige hoofdpijn erbij. In sommige gevallen geeft het ook soms ernstige longontsteking. Behandeling is met een antibioticum, doxycycline. QVS, dat staat voor Q-koortsvermoeidheidssyndroom. Dat zie je toch bij een substantieel percentage van mensen die de acute koorts hebben doorgemaakt, die daar nog maandenlang, zoals bij long-covid ook, last van hebben in de zin van vermoeidheid of andere klachten. Waar we eigenlijk bang voor zijn is de chronische Q-koorts. Het is maar een klein percentage van mensen die chronische Q-koorts oploopt. De bacterie wordt ingeademd en nestelt zich vervolgens op plekken die al beschadigd zijn. Dat kan dus een uitpuiling van de vaatwand, van de grote vaten zijn, aneurysma. Dat kunnen de hartkleppen zijn.
De behandeling is veel ingrijpender, dus je krijgt veel langer een antibioticum, doxycycline, gepaard met een antimalariamiddel, hydroxychloroquine, ook bekend van discussies tijdens de COVID. Meestal is ook nog een chirurgische ingreep daarbij nodig. Als je niet behandeld wordt, dan overlijd je. Dit is een korte schets van de Q-koorts-epidemie in Nederland, 2007 tot 2010. Boven zie je de kaarten en de gebieden die toen aangedaan waren. En wat je ziet is dat het begon is in Noord-Brabant, links dus, met 168 patiënten in 2007. 2008 breidde dat uit, dat gebied. 1000 besmette personen die gemeld zijn. 2009 opeens bijna 2400 mensen die de besmetting hebben opgelopen. En in dat jaar dus ook Zuid-Limburg aangedaan. De besmette gebieden die je hier ziet, dat zijn allemaal gebieden met een grote geitendichtheid. Dus geitenboerderijen, de hoogste concentratie zag je in Noord-Brabant. Maar ook wij in Zuid-Limburg hadden dus een geitenboerderij. Dat zie je hier, Voerendaal, plattelandsgebied, landelijk gebied. En zo zag het eruit. De foto's zijn te danken aan de geachte promotor, Christian Hoebe, die tijdens een uitstapje met mij deze foto's heeft genomen. De boerderij, mooi gelegen op een heuveltop, met uitkijk over het Zuid-Limburgse landschap. Wat je onderling ziet, ja, dat zijn natuurlijk de geiten in de stal. Een foto onder in het midden, daar zie je heel goed dat de stal gleuven heeft, ventilatiegleuven aan de zijkant. Dat betekent de lucht gaat er doorheen. Een bacterie die bij de verwerpingen, dus de abortussen van de geiten in de stal terechtkomen. De bacterie hecht zich aan stof en wordt uit de stal gewaaid en over de omgeving heen. Rechtsonder zie je mij met de boeren, een camerateam, cameraploeg van Zembla. Dus de Nederlandse uitzending. Wat eigenlijk staat voor al de media-aandacht. Je wilt niet weten hoeveel. Deze case of casus gedurende de jaren heeft getrokken. En nu nog steeds zelf trouwens. Nog eens uitvergrote stal, dus daar zie je de ventilatiegleuven. Hier komt de melk terecht, want het gaat om melkgeiten. Dus de melk wordt verwerkt of opgeslagen in die tanks. Getransporteerd, levendeel gaat naar Frankrijk en wordt verwerkt tot kaas. Hier zie je de mest opgeslagen. Ik sta er weer met de boeren in gesprek. Op het moment dat de boerderij was aangedaan, mocht de mest niet meer verwijderd worden van het erf. Dus die werd verpakt als het ware op het erf gedurende een aantal maanden bewaard. Dit is nog een keer de cameraploeg. Nou, we kregen dus eind maart 2009 de melding. We waren de eerste GGD in Nederland die zo'n melding kreeg. En op dat moment hadden wij nog helemaal geen last van Q-koorts. We wisten alleen, nu hebben we een boerderij waar Q-koorts heerst. De boerderij mocht geen mensen meer in de stal laten. De mest mocht niet uitgereden worden. Dus is er iets aan de hand? Wat hebben we gedaan? Dat stond nergens in de richtlijnen of protocollen. We zijn op de boerderij gegaan en hebben mensen getest. In eerste instantie de familie, het gezin en de medewerkers van de boer. Daar zaten een aantal geestelijk gehandicapte hulpboeren bij. Daarvan was 9 van de 10 besmet, zonder dat te weten en zonder ook bij de arts of huisarts geweest te zijn. Bezoekers, we hebben alle bezoekers in kaart gebracht. En daarvan was 6 op de 10 besmet. Ook mensen die maar kortstondig op de boerderij waren. Dat geldt ook voor mij en een collega. We zijn er geweest in de allereerste dagen. En we zijn besmet geraakt. Ondanks het feit dat we niet te snel in waren. Maar heel kort op de boerderij waren gebleven. En dan heb je nog huishoudscontacten. Mensen die dus kleren vanuit de boerderij mee naar huis nemen. Ergens ophangen. Ook daar zie je dat de helft van de mensen in zo'n huishouden besmet is geraakt. En dan boom. Komen toch de eerste meldingen binnen. In april zijn de eerste mensen getest. We hebben voorafgaand aan de eerste cases of ziektegevallen van Q-koorts alle huisartsen in de hele regio gewaarschuwd. Nou, kijk uit, er komen mensen straks mogelijk
met klachten die kunnen passen bij Q-koorts, dus koortsen, wat ik eerder heb beschreven. En ja, al dus gebeurde. En in totaal kregen we gedurende de hele periode 2009 tot aan het eind van het jaar 253 meldingen verspreid over het gebied. En dat is wat je hier eigenlijk ziet. De boerderij, dat is het blauwe vierkant met de gele bolletjes. Heel dichterbij Voerendaal. Daar zie je op de meeste gevallen echt een concentratie van de ziektegevallen. En vervolgens een verspreiding van de overige ziektegevallen over de regio heen met de wind mee. Die waaide in die periode uit zuidwestelijke richting tot aan de grens met Duitsland toe. Dus we hebben gekeken, door middel van steekproeven, hebben we voor Q-koorts, voor 2009 al een probleem gehad in de regio. Dat was een steekproef van mensen die in het kader van de aardappelzorg bedrijfsleven in verband met vaccinaties voor hepatitis B zijn getest. Een heel klein percentage, maar wat positief bleek van de bloedmonsters. We hadden ook nog meer monsters in de vriezer liggen in 2010... We wilden weten hoeveel heeft Q-koorts zich verspreid in de regio. En dat waren mensen die de SOA-poli, dus de poli voor geslachtsziekten, bezocht. Dan zie je een veel duidelijk hoger, significant hoger percentage. En dat betekent dat toch bijna 3% van alle Zuid-Limburgs, of mensen die in oostelijk Zuid-Limburg woonden, besmet zijn geraakt. Verder hebben we gekeken naar kinderen. Er is bijna nooit onderzoek naar Q-koorts bij kinderen gedaan. Hoe komt dat? Kinderen krijgen bijna geen Q-koorts. Ze worden niet gemeld, niet gezien. We wilden weten, ja, hebben ze dan al echt minder besmettingen? Of komt dat omdat het ziektebeeld zo mild is? Of omdat ze weinig klachten hebben of vagere klachten of die klachten niet zelf kunnen uiten? Daarvoor hebben we 3 scholen benaderd. Een hele operatie. Bij 300 scholieren pakweg bloedmonsters afgenomen. Dat is niet zo gemakkelijk bij kinderen. Boven zie je dat je daarvoor ook toestemming moet hebben van de scholen, van de ouders, van de scholieren zelf, van de ethiekcommissie. Alleen hier al is een half jaar overheen gegaan voordat het zover was. Derde punt, besmettingen over de grens. Ja, ik liet net de kaart zien. Bij de grens stopt het. Een bacterie die met de wind meegaat, ja, dat is heel raar dat het opeens bij de grens stopt. Dus we wilden weten, is er iets gebeurd in Duitsland? Wat hebben we gedaan? We hadden een samenwerking met collega's aan de Duitse kant. Die hebben de bloedbank van het Universitair Ziekenhuis in Aken benaderd. Daar zijn dus alle mensen die in januari, februari 2010... bij de bloedbanken zijn geweest getest op Q-koorts. En dat waren bijna 3000 of meer dan 3000 bloeddonoren die we getest hebben. En als je dat onderzoekt, dan zie je dat, dat er een dalende percentage van Q-koortsbesmettingen naar afstand van de boerderij, woonafstand van de boerderij, wordt gevonden. Dus we wisten waar die mensen woonden. We konden zien, ja, binnen 20 kilometer was 1% van die bloedmonsters, van bloeddonoren met Q-koorts besmet. En het feit dat het daalt met de afstand van de boerderij is eigenlijk een aanwijzing dat het ook echt komt door de uitbraak in Zuid-Limburg. Dus wel grensoverschrijdende verspreiding. Nooit eerder in het kader van de Q-koorts-epidemie aangetoond. Ook niet in het veel zwaarder getroffen gebied Noord-Brabant. En van die mensen die besmet zijn geraakt, is maar een klein handvol gemeld. Dus al die besmettingen bij mensen die over de grens woonden, die zijn helemaal niet opgemerkt. En dat is ook wat we in onze regio zagen, alleen in veel mindere mate. De besmettingen in het dorp waar de boerderij zit, Voerendaal dus, daar kwamen de meeste besmettingen voor. Dan was ook de onderschatting qua aantallen laagst. Dus 12%, we gaan uit van 12%, 1 op de 10 die besmet zijn geraakt. En daarvan zijn toch van die 1200 of 1200, 100 gemeld ongeveer. Dat is veel meer dan in de rest van oostelijk Zuid-Limburg, waar het meldingspercentage dus veel lager zat. Dit is een kaart van het grensgebied. En dan zie je echt verspreiding
naar het Duitse grensgebied. Dat is Aken, Heinsberg en de gebieden die daarachter liggen, onder andere Düren. Linksboven zie je toch dat er sprake is van een daling van de besmettingspercentages. Dus nogmaals, ja, we hebben toch te maken met een uitbraak uitgaande van Zuid-Limburg, grensoverschrijdend, niet opgemerkt. Zijn die mensen nou allemaal besmet bij hun eigen woonplaats? Dat weten we niet. We weten ook dat er heel veel mobiliteit is, grensoverschrijdend. Mensen die in Nederland of in Zuid-Limburg wonen en dan in Duitsland werken en andersom. En dat zie je hier op deze kaart. Wat doet het ertoe? Besmettingen in Duitsland, maakt het zoveel uit? Ja, we hebben gekeken in het ziekenhuis bij mensen die waren opgenomen in 2010, waar alleen een diagnose longontsteking, leverontsteking en nog andere ziektebeelden die kunnen passen bij Q-koorts is gesteld. Zonder dat de diagnose Q-koorts in acht is genomen of daarop is geplakt. En daar zagen we toch een aanzienlijk percentage van mensen die waarschijnlijk wel chronische Q-koorts onopgemerkt hadden. Dus ik kom bij de afsluiting en de conclusies. Eén enkele bron was goed voor pakweg 11.000 verborgen of gemiste besmettingen. Zowel in Zuid-Limburg of het oostelijke gedeelte van Zuid-Limburg als in het Duitse gebied. Al die mensen hebben verhoogde kans op gemiste chronische Q-koorts, een Q-koorts vermoeidheidssyndroom. Dus ze hebben wellicht klachten zonder dat te weten. En het wordt dus ook doorgaans niet gemeld bij de huisarts of de specialist. En de arts weet ook niet waar hij mee te maken heeft. Tevens gaat het om een enorm aantal verloren gezonde levensjaar. Waarschijnlijk, dat is een schatting die ik zelf heb gemaakt, rond de 2000 gezonde levensjaren die verloren zijn door één bron. We zien besmettingen over heel lange afstanden, ook dat is eerder beschreven, maar ja, toch niet in zo'n gebied, niet in een grensregio, waar het ook de grens over gaat. En waar we zien dat mensen binnen 20 kilometer en ook daarbuiten zelfs tot 40 kilometer toe besmet zijn geraakt. Dus een heel groot aangedaan gebied. De kans op gemiste besmettingen, dat is ook nieuw dat we dat zagen, is groter in meer afgelegen gebieden. Dus naarmate je de afstand van de boerderij toeneemt, zie je dat mensen minder alert zijn, minder gauw naar de huisarts gaan, of dat de huisarts minder goed is geïnformeerd of minder gauw test. Dus de kans om daar een gemiste besmetting te hebben is groter dan in de buurt van de boerderij. Dat is ook een belangrijke conclusie, met name voor het Duitse grensgebied. Vrijwel geen van deze besmettingen is opgepikt door het normale meldingssysteem. Laatste sheet. Dit pleit dus voor een intensieve monitoring van Q-koorts bij dieren. En een meldingsplicht zoals wij die hadden in die periode, maar die niet vanzelfsprekend is. Een meldingsplicht voor de dierenarts naar de GGD. Omdat de GGD, als men op de hoogte is van zo'n uitbraak, huisartsen kan informeren, het publiek kan informeren, zodat iedereen weet, ja, ik heb kans op Q-koorts. Tevens, dat was in ons geval niet zo, we mochten de bronlocatie niet prijsgeven aan het publiek. Dus mensen wisten niet waar de uitbraak had plaatsgevonden. Die gingen toch reizen en kwamen toch in de buurt van de boerderij. Transparantie is heel erg belangrijk, omdat mensen dan gezonde keuzes kunnen maken omtrent hun eigen bewegingspatroon. Ja, wil ik daar naartoe of wil ik daar niet naartoe? Tevens regiobrede en ook een grensoverschrijdende aanpak en samenwerking is essentieel. En voor een grensoverschrijdende samenwerking heb je ook een goede werkrelatie die je liefst al in vredestijden opbouwt nodig. Geachte meneer de kandidaat, hartelijk dank voor uw presentatie. De oppositie zal nu worden voortgezet en geopend door professor Kals. Hij is hoogleraar huisartsgeneeskunde in bijzonder effectieve diagnostiek in de huisartsgeneeskunde aan deze universiteit en de vakgroep huisartsgeneeskunde. Professor Kals. Dank u wel, meneer de prorector. Geachte kandidaat, ten eerste proficiat met het afronden van dit prachtige proefschrift. Om dit proefschrift te mogen beoordelen tijdens een andere infectieziekteuitbraak was heel bijzonder. Ik heb er ontzettend veel van geleerd. Nogmaals, ik kende deel van uw werk al. En als ik uw cv zo lees, bent u zelf ook een cross-border promovendus, als ik het zo zie. U heeft op veel plekken gewerkt.
Wat u hier heeft uitgewerkt is denk ik een heel mooi voorbeeld van wat volgens mij gisteren Jaap van Dissel ook noemde, dat in Limburg de lijntjes tussen de publieke gezondheidszorg, de ziekenhuizen en de huisartsen relatief kort zijn, dat dat uniek in Nederland is. Dat heeft u en uw team ook afgelopen jaar bewezen op allerlei vlakken. En ik vroeg me af of dit toch een soort generale repetitie is geweest voor de mediatraining die u afgelopen jaar heel goed heeft kunnen inzetten en heel goed ook heeft vervuld. Toch wil ik u ook wat kritisch gaan bevragen, want u zei zojuist van bij een volgende uitbraak is een goede aanpak nodig, regiobreed, transparant. En dan kom ik bij uw hoofdstuk 5. En daarin maakt u een predictiemodel samen met uw team. En in dat predictiemodel kijkt u eigenlijk hoe u, nou ja, laten we zeggen, huisartsen kunt coachen om wellicht zinvoller met antibiotica om te gaan bij een mogelijke Q-koortsuitbraak. Ik twijfel daar wel aan, als ik eerlijk ben. Ik vind het een prachtig model, methodologisch prachtig gedaan. En toch vraag ik me af, hoe gaan we dat dan toepassen? Dus kunt u me helpen, stel dat er een binnenkort, hopelijk niet binnenkort, maar dan is er weer ergens een uitbraak hier in Limburg. Hoe gaan wij dan mijn collega's coachen in het toepassen van datgene wat u in hoofdstuk 5 beschrijft? Zou u me dat kunnen uiteenzetten? Hooggeleerde opponent, bedankt voor uw vraag. Het is inderdaad zo dat ik zelf kapitel 5 beschouw als proof of principle. Dus het is geen uitgewerkte sumscore of leidraad voor de huisarts. In die gevallen moet ik zus zo handelen. Het ging mij, dat was de onderzoeksvraag in eerste instantie, om te kijken of klachten Q-koorts kunnen voorspellen. En ik zeg dat dat niet kan. Je kunt niet op basis van een klachtenpatroon in de huisartsenpraktijk zeggen, nou ja, die heeft Q-koorts. Dus je hebt een kans dat je kunt uitsluiten onder bepaalde voorwaarden, zoals ik ook zeg. De belangrijkste voorwaarde is dan de lage, of relatief lage prevalentie. De nuttelijkheid of het nut of de bruikbaarheid. Ik geef ook bewust geen SAM-score voor de huisarts mee. Om de bruikbaarheid zou zich moeten bewijzen. En dat is iets wat inderdaad achterwege is gelaten in kapitel 5. En dat geeft ook aan dat ik zelf ook niet overtuigd ben van de bruikbaarheid. Maar het heeft wel in principe, en daarom is het een proof of principle, potentie om te kunnen werken. Waarbij u eigenlijk zegt, met een mogelijk model kun je TZT mensen uitsluiten. Dat ze het niet hebben. Nou, dat vind ik helder. Nu is het zo dat, en nog altijd eigenlijk in onze nationale richtlijn voor huisartsen, als het gaat om luchtweginfecties, staat er eigenlijk in elke diagnostiekzin, in elke passage staat het dat voor huisartsen is het niet relevant om de verwekker te weten. Wij doen eigenlijk nooit microbiologisch onderzoek naar normale luchtweginfecties. Als u nu met de kennis die u hier heeft opgedaan van deze lokale uitbraak, maar ook de kennis van het afgelopen jaar, hoe kijkt u dan naar de toekomst? En dan wil ik u toch uitdagen, vindt u nou dat wij als huisarts, we zien heel veel patiënten die hoesten, die koorts hebben, moeten wij meer diagnostiek gaan doen om erachter te komen welke verwekker er achter de klacht zit? Het proefschrift is met name natuurlijk in de beginjaren na de epidemie geschreven. Wat we wel zien is dat de diagnostiek natuurlijk verandert. Nu wordt veel meer gebruik gemaakt van PCR en whole genome sequencing. Dus ook wat dat betreft is de vraag of je niet met zo'n PCR, gevolgd door whole genome sequencing, soms op dezelfde dag of een dag later beschikbaar, niet toch veel eerder bent, zodat je elke twijfel omtrent de diagnose en ook om de behandeling al uit de weg hebt gehaald. Dus als je gebruik wilt maken van deze resultaten, dan denk ik zouden wij in overleg met de huisartsen of de NHG nog eens moeten kijken of dit daadwerkelijk loopt tot een aanpassing. Ja, helder. Ik ben het eens met uw antwoord. En ik denk zeker in tijden bijvoorbeeld dat we op dit moment geen doxycycline kunnen krijgen in Nederland, is dat denk ik zeker van belang voor de atypische verwekkers. Hartelijk dank en ik geef graag het woord terug aan de prorector. Dank u wel, professor Kals. On-site is ook aanwezig. Lid van de beoordelingscommissie, professor Savelkoel. Hij heeft de leeropdracht medische microbiologie aan het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Professor Savelkoel.
Dank u wel, meneer prorector. Geachte kandidaat, ook van mij van harte gefeliciteerd met het gereedkomen van dit proefschrift. U gaf zelf al aan 12 jaar. Ik vind dat nog een grote prestatie om het dan af te ronden. Want dat geeft aan hoe volhardend je moet zijn om het dan toch zover te brengen. Dus mijn complimenten voor dat. En dan wil ik graag ook de promotiecommissie in het hele team in meenemen. Want het is natuurlijk altijd een teampresentatie. En ook de foto integreerde mij ook, zoals mijn voorganger ook al aangaf. En u geeft in uw introductie aan dat u ook besmet bent geraakt. En dan denk ik, als ik nu naar deze foto kijk, in die geitenstal, zonder mondkapje. Misschien hebben die toch nog effect dan, hebben we geleerd nu in de COVID. Dus in die zin had dat misschien met een mondkapje achteraf gezien wel een toegevoegde waarde geweest. Met betrekking tot uw proefschrift. Ik wil allereerst eventjes gaan kijken, want u schrijft in uw proefschrift. Dit ging om een zorgboerderij, als ik het goed heb begrepen, en die verspreiding daarvan. Nu weten we ook dat, en dat schrijft u ook in de introductie, dat de geitenboerderij is natuurlijk enorm toegenomen in Nederland in die tijd met name. En dat heeft natuurlijk consequenties. En ik vroeg me af. Is er een relatie vanuit uw optiek aan te geven tussen de grootte van zo'n geitenboerderij en het risico op verspreiding? Zijn we niet te groot bezig en moet daar vanuit het risico van de volksgezondheid niet een maximum aangesteld worden in agrarische plannen of locaties waar die boerderijen zich manifesteren? Hoe zijn uw gedachten erover gezien deze uitbraak? Hooggeleerde opponent, ik verstond niet alles van uw vraag vanwege de galm. De galm, ja, sorry. Ik zal proberen iets langzamer te spreken. De relatie tussen de grootte van de geitenboerderij, die worden steeds groter op dit moment. En neemt daarmee het risico voor de volksgezondheid toe. Met andere woorden, moeten we daar een maximum aan stellen, gezien de ervaring van u in deze uitbraak, of zegt u van nou, dat maakt niks uit? Hooggeleerde opponent, ik begrijp uw vraag, dat uw vraag gaat over de huidige situatie, uitbreiding van de geitenhouderij in Nederland. Klopt dat? Ja, en het risico erop voor de volksgezondheid. Ja. In het kader van ziektes, zoonoses, zoals Q-koorts. Ja. Wat we duidelijk hebben gezien is dat de geitenboerderij, dat heb ik net niet in de presentatie laten zien, een vlucht heeft genomen in de loop van de jaren. Dus echt een dimensie die bijna niet voorstelbaar is. Dus het aantal geiten is gestaag gegroeid tot de uitbraak in 2009, toen eventjes iets gedaald vanwege de ruimingen van geiten, maar daarna weer doorgegroeid. En, het is wel zo dat ik verwacht dat Q-koorts geen rol voor de volksgezondheid meer zal spelen in Nederland. Want geiten worden nu gevaccineerd. Er zijn natuurlijk nog andere ook zoonotische risico's, mogelijke risico's, potentiële risico's. Ook de vraag waarom mensen in de omgeving van boerderijen een verhoogde incidentie van longontstekingen hebben met mogelijk in verband met fijnstof, ook al is die relatie niet duidelijk te leggen. Dus we moeten ons nog steeds zorgen maken. We moeten nog steeds de aandacht blijven vestigen. Niet alleen op de geitensector, maar ook op de intensieve veehouderij als geheel. Maar zeker ook op de geiten. Juist omdat een Q-koorts staat voor query, vraagteken, omdat er bepaalde vragen nog niet opgehelderd zijn. Dat is een van de vragen. Waarom zien we die longontstekingen in de buurt van geitenboerderijen? Ik begrijp uit uw antwoord ook eigenlijk, en dat was mijn vervolgvraag, dat u vindt nu dus dat de maatregelen die genomen zijn naar aanleiding van deze uitbraak afdoende zijn om zo'n uitbraak in de toekomst in Nederland te voorkomen. Dat vergt wel dat die maatregelen gehanteerd blijven. Geen additionele vragen. Wij zeggen van nou, dat mis ik daar nog in. Ja. Dus, u vindt dat het voldoende is nu? Ik denk dat met name de vaccinatie zeer effectief is gebleken. Niet om Q-koorts helemaal uit te roeien bij geiten, maar in ieder geval om uitscheiding en ook de verwerpingen te voorkomen, te bestrijden. En dat zijn juist de hoogste risico voor verspreiding in de omgeving. Q-koorts is al omtegenwoordig wereldwijd. We zullen het niet helemaal kwijtraken.
Maar ik verwacht niet dat we vanuit uitgaande van de geitenhouderij, en dat is het grootste risico bij dieren, nog een keer een soortgelijke uitbraak zullen zien. Nee. Ja, dat is goed nieuws in die zin. Dus dat is mooi dat dat het gevolg is daarvan. Dan hebben we nog één laatste vraag. Hoe zou volgens u, vanuit de zoonotische oogpunt dan, en vanuit deze uitbraak van een infectie, vanuit de dieren naar de mens toe, hoe zou volgens u de lering moeten zijn, wat de ideale routing is, wat er moet gebeuren om dit in een vroeg stadium te herkennen? Nu hebben we toch vaak dit dat we achter de feiten aanlopen. Hoe kunnen we bereiken, in uw optiek, uit dit voorbeeld, wat moeten we dan doen om dat voor te zijn? Hoe kunnen we dat herkennen? Hebt u daar enig idee over? Ja, hooggeleerde opponent, ik noemde al één punt, en dat is het hanteren van de verplichte melding, of de veterinaire meldingsplicht. Dus uitgaande van de dierenarts die Q-koorts op een bedrijf vaststelt, en vervolgens meldt aan de GGD. Wat dat betreft zaten wij in een gelukkige positie als eerste GGD die kon profiteren van deze maatregel. Als je dat niet doet, dan zie je op een gegeven moment cases of ziektegevallen, en weet eigenlijk niet goed waar die vandaan kwamen. Dus hanteer vooral die veterinaire meldingsplicht. Maar ja, hoe kom je erachter dat er iets speelt bij de dieren? Dat is natuurlijk het hele traject voorafgaande daaraan. En dat zit dan toch bij de dierengezondheid. Er zit ook een verplichting, denk ik, voor de dierengezondheid om te blijven monitoren. Ook fijnmazig te monitoren. Dat gaat dan niet alleen maar over Q-koorts, maar ook andere verwekkers. Daar zijn natuurlijk ook bepaalde voorwaarden aan verbonden. Maar als er iets wordt aangetroffen in een vroeg stadium, kun je daar of bij zijn door dieren te behandelen. Dat kan in principe. Ook al is de effectiviteit bij Q-koorts en geiten dubieus. Of dieren te vaccineren. Meestal ben je dan al te laat natuurlijk. Ja, maar als ik goed begrijp, leg je dan de bal helemaal bij de veterinaire sector. Ik denk dat er meer sectoren zijn die een belangrijke rol spelen. Hè? Dus je hebt natuurlijk de veterinaire sector met de meldingsplicht zoals we aangaf. Maar je hebt de huisarts, je hebt de diagnostiek, je hebt misschien de ziekenhuizen. Is het niet juist het samenspel wat de kracht maakt om dit in een vroeg stadium te herkennen? Ja, nou ja, dat is wat ik ook omschrijf als One Health. One Health is een ideale gedachte. Ik denk dat we daar nog steeds vrij ver van verwijderd zijn. Het vergt namelijk echt een heel intensieve uitwisseling en samenwerking tussen de dierengeneeskunde, de dierenarts, betrokken aan bedrijven, de sectoren zelf, dus boeren, de tuinbouworganisaties, aan de humane kant. Dat zijn dan wij als GGD, maar natuurlijk ook huisartsen en de ziekenhuizen. Daarvan zijn we nog een stuk ver verwijderd, denk ik. Ja, maar dat is wel een voorwaarde. Ja, en wellicht dan nog een hele mooie opdracht voor de toekomst om eraan te werken. Dank u wel voor uw antwoord. Een keer vraag het woord terug aan de prorector. Graag, hooggeleerde opponent. Dank u wel, professor Savekoel. De oppositie zal worden voortgezet online. Ik weet niet of ze worden geprojecteerd. Door professor Dr. Jan Hendrik Richardus. Hij is hoogleraar infectieziektebestrijding en publieke gezondheid aan de Erasmus MC Universiteit Medisch Centrum in Rotterdam. En ik ben heel verheugd dat we op deze manier ook online de externe gasten kunnen verwelkomen. Professor Richardus. Dank u wel, meneer de prorector. Meneer de kandidaat, ik wil u natuurlijk allereerst van harte feliciteren met uw mooie proefschrift. En met u zelf natuurlijk ook uw promotor en co-promotor. En vast een heel groot aantal andere betrokkenen bij het tot stand komen van uw proefschrift. Zoals u misschien weet, begon mijn medische en wetenschappelijke carrière met Q-koorts. Om precies te zijn, in 1982... tijdens mijn seniorkoosschap kindergeneeskunde. Er was een kindje opgenomen, het waren eigenlijk meerdere, met Q-koorts. En ik had er nooit van gehoord en geen van de artsen, kinderartsen die daarbij betrokken waren, hadden daar ooit eerder van gehoord.
Dus dat ging ik toen uitzoeken en van het een kwam het ander. En ik wil daarom met u spreken over hoofdstuk 4, want dat gaat over kinderen met Q-koorts. Overlooked cause of infrequent Q-fever reporting in the young. En in dat hoofdstuk geeft u eigenlijk al aan dat Q-koorts bij kinderen, bij jonge kinderen, vaak over het hoofd gezien wordt. En mogelijk toch een heel belangrijk onderwerp is. Dus mijn eerste vraag, en dat is eigenlijk alleen maar of u eigenlijk weer opnieuw even wilt samenvatten wat u nu precies vond met betrekking tot infecties en met betrekking tot ziekte bij kinderen, bij jongere kinderen, bij off-source en bij on-source infections. Dus wat heeft u eigenlijk vast kunnen stellen? En de vraag die daar eigenlijk een beetje achteraan komt, heeft dat wat u betreft ook praktische relevanties voor het probleem Q-koorts bij kinderen? Of moeten we toch op een andere manier daarnaar gaan kijken? Maar graag eerst even uw samenvatting van uw bevindingen wat betreft kinderen met Q-koorts of met Q-koorts infecties. Hooggeleerde opponent, bedankt voor uw vraag. Wat als eerste opviel, wat ons toen als eerste opviel, was dat wij de landelijke trend volgend veel minder Q-koorts bij kinderen zagen. Dat betekent dat er veel minder kinderen als percentage op het totaal aantal kinderen in de regio. Dus veel minder kinderen, een laag percentage kinderen dan volwassenen bij de huisarts kwam. En daarvoor Q-koorts werd getest. Bovendien was het percentage van kinderen die positief testen naar aanleiding van zo'n bezoek bij de huisarts ook nog eens veel lager dan bij de volwassenen. Dat was aanleiding voor ons om te kijken, hoe komt dat? Is het werkelijk zo, zoals altijd werd verondersteld? Is het werkelijk zo dat kinderen gewoon een milder ziektebeloop hebben, maar wel even goed of even vaak als volwassenen kunnen worden besmet? Dat hebben we uitgezocht door bloedonderzoek te doen bij pakweg 300 kinderen. Daarvoor hebben we samengewerkt met een aantal scholen, drie scholen, op afstand van de boerderij, wel allemaal binnen een cirkel van 5 kilometer. Dus de kinderen hadden ook echt recht, net als de volwassenen, die in dat gebied woonden, om besmet te raken. En wat toen opviel, was dat het gaat om dat kleine gebied, zeg maar Voerendaal, een omgeving, dat in dat gebied het percentage besmettingen bij kinderen veel lager was dan bij de volwassenen. We hadden een steekproef van volwassenen uit Voerendaal. Dat zat ergens rond de 12 of tussen de 12 en 16%, als je dat corrigeert. En bij de kinderen was het percentage besmettingen niet eens de helft daarvan. Dus duidelijk minder. Een kwart zelfs van de volwassenen. Dat was voor ons verrassend, want we hadden eigenlijk verwacht dat evenveel kinderen besmet geraakt zouden zijn, maar daar minder klachten van zouden hebben dan volwassenen. Dat de verklaring voor het patroon zou zijn wat wij hebben gezien, wat ook landelijk is gezien. Maar dat was eigenlijk de belangrijkste bevinding van dit onderzoek. De kinderen hebben, althans in deze steekproef, duidelijk minder kansen gehad dan volwassenen om Q-koorts op te lopen. Ja. En het gekke is dat ik een aantal dagen... kandidaat, ik stel voor dat professor Richard zijn vraag stelt. Ja, ik haak daar ook in, want anders wordt het natuurlijk toch wel heel erg een monoloog. En ik hoop dat we nog even iets van een gesprek kunnen ontwikkelen. Dus de kans op besmetting is kennelijk kleiner, maar waarom spreek je dan toch over overlooked, over het hoofd gezien? Is dat omdat er in het algemeen geen rekening wordt gehouden, of heeft u daar nog andere redenen voor van dat gevoel of dat idee dat het over het hoofd wordt gezien? Hooggeleerde opponent, dat is inderdaad de tweede bevinding uit het onderzoek. Dus kinderen raken minder gauw besmet, om welke reden dan ook. Maar kinderen worden ook vaker over het hoofd gezien. Dus als een kind besmet raakt, dan is het
inderdaad zo, dat hebben we kunnen laten zien op basis van vragenlijstonderzoeken, is het inderdaad zo dat zij geen of veel mildere klachten hebben. En dus ja, veel minder gauw bij de huisarts terechtkomen om getest te worden. Dus eigenlijk twee verklaringen voor die lage aantallen kinderen die getest zijn en positief zijn gevonden. Namelijk minder besmettingen, maar ook over het hoofd zien van besmettingen bij kinderen. Ja, en dan kom ik daarbij weer even terug op mijn ervaring van een aantal decennia geleden wat betreft die kinderen die we toen zagen. Dat waren er in die anderhalf jaar dat ik in ieder geval daarbij betrokken was, waren dat 18 gevallen. Het waren allemaal kinderen uit Zuid-Holland en Zeeland, dus nog ineens uit heel Nederland. Dat waren kinderen in het ziekenhuis met ernstige symptomen zoals endocarditis, hepatitis, pneumonie. Ingewikkelde gevallen, daar kwam het op neer. Vooral ook omdat in eerste instantie geen diagnose bekend was. In veel gevallen konden we ook echt een duidelijke bron aantonen. Dus mijn vraag is, was dat een bijzondere situatie toen? Of is het nog steeds mogelijk dat het toch eigenlijk best, hoewel het in de grote lijn zeldzaam is, toch best nog steeds vaak gebeurt dat er kinderen in het ziekenhuis belanden met ingewikkelde symptomen, wat terug te voeren is op Q-koorts? Of was dat iets van toen en zegt u nou, daar is op dit moment geen aanleiding voor om dat te denken? Hooggeleerde opponent, bedankt voor uw vraag. We hebben in de loop van de jaren na deze uitbraak te maken gehad met een 17-tal geconstateerde chronische Q-koortsgevallen, wel bij volwassenen. Dus wat wij niet gezien hebben, is een substantieel aantal kinderen met chronische Q-koorts. Dat kan te maken hebben met het feit dat Q-koorts bij kinderen niet meteen wordt opgemerkt of te laat wordt opgemerkt. Maar de kans is groot dat we in onze situatie in Zuid-Limburg geen kinderen hebben gehad die chronische Q-koorts hebben opgelopen. Mogelijke verklaring daarvoor kan zijn, omdat is eerder beschreven en gezien, dat je toch met verschillende stammen te maken hebt die ook allemaal een specifiek of klassiek ziektebeeld met zich mee kunnen brengen. Ja, misschien dan ook als laatste vraag van wat zou je nu willen formuleren als aanbeveling, beleidsaanbeveling voor de publieke gezondheid of misschien specifiek voor kinderartsen met betrekking tot de mogelijkheid van Q-koorts voor kinderen. Wat geeft u mee aan het beleid in dit geval? Hooggeleerde opponent, ik denk het belangrijkste, allerbelangrijkste is dat zowel de huisartsen, de eerste lijn dus, als de specialisten in het ziekenhuis goed geïnformeerd zijn over de Q-koorts. Daar ligt natuurlijk een taak voor de GGD om dat in het kader of in het geval van een uitbraak te regelen, dus informatie, mensen van informatie te zien, is ook wat wij gedaan hebben. We hebben protocollen, behandelingsprotocollen, we hebben geprobeerd om artsen voor zover mogelijk op de ziekte op de hoogte te houden van deze voor iedereen vrijwel onbekende ziekte. En in dit geval is het dus ook zo dat het allerbelangrijkste is dat de eerste lijn, maar ook de tweede lijn op de hoogte is van het ziektebeeld en van het feit dat er iets speelt in een regio. Dus daar ligt dan echt de taak voor ons als GGD. Ja, nou, heel hartelijk dank. Ik denk dat dit een interessant onderwerp blijft. En ik geef graag het woord terug aan meneer de prorector. Dank u wel, professor Richard. Het is fijn dat u erbij kon zijn. Ik geef het woord aan dokter Van Duinhoven. Zij is directeur van de GGD Rotterdam-Rijnmond. En zoals u kunt zien, heeft dokter Van Duinhoven zich helemaal ingeleefd in uw proefschrift. Dokter Van Duinhoven. Dank u wel, meneer de prorector. Meneer de kandidaat, het is een genoegen om hier, ook al is het online, aanwezig te kunnen zijn. Inderdaad is het een onderwerp waar ik ook me druk mee bezig heb gehouden. We hebben elkaar daar ook regelmatig in ontmoet, ook in het onderzoekskader. Dus ik vind het prachtig om te zien na 12 jaar dat dit boek er ligt.
Heeft mooi kunnen rijpen, denk ik. Ik ben ook meer van de oude kaas, dus ik geniet er wel van en ik heb het met plezier gelezen. Zeker ook de delen die gaan over een exposé wat u mooi geeft in hoofdstuk 6 over het gebruik van alle spatiële technieken. Het was ook weer een mooie update van wat is er ook alweer allemaal en waarin verschilt het en hoe kan je het toepassen. En ik heb mijn vraag ook in die hoek gezocht. Ik ga graag met u in gesprek over hoofdstuk 3, waarin u in uw inleiding net ook al vertelde dat u heeft kunnen aantonen dat er ongemerkt toch een aardige verspreiding heeft plaatsgevonden in het Duitse grensgebied. Ik wilde beginnen met de figuur op pagina 48. Dat is de figuur waarin die ook liet zien in uw verhaal vooraf. En daarin geeft u aan, ik zie eigenlijk heel duidelijk daar al een soort trend van verspreiding naar Duitsland. Toen ik ernaar keek, dacht ik, nou, ik vond hem eigenlijk nog niet eens zo heel duidelijk aanwezig in dat plaatje. Omdat ik eigenlijk zie dat de donkere vlekken en de hele donkere vlek, die legt u even uit als een rare outlier, die negeren we even. Maar die andere vlekken zitten ook helemaal niet zo dicht bij de Limburgse grens. Dus ik dacht, ja, ik zou niet meteen overtuigd zijn door de figuur. Gelukkig bent u ook met de statistiek aan de slag gegaan en heeft met analyses met 20 kilometer radiale klasses toch kunnen laten zien dat er een hele mooie dosis-responsrelatie in zit. Mijn vraag is eigenlijk, hoe verklaart u dat, ook al is dat plaatje dan niet zo heel sterk in wat mij betreft in die trend laten zien, welke factoren maken dat het in die statistische analyse dan wel naar voren komt? Met name om mij ook te overtuigen, heeft mooi uitgelegd dat er zoiets bestaat als modifiable, dan moet ik even het woord op zeggen, aerial unit problem. Ik dacht, daar hebben we hier toch niet mee te maken. Ik hoop dat u zich daarvan vergewist heeft. Dus ik wilde u even vragen mij te helpen om mij daar ook van te overtuigen. Zeer geleerde opponent, u neemt mijn antwoord al mij uit de mond. Het gaat inderdaad, of het heeft inderdaad, denk ik, alles te maken met dat MAUP of het gaat om het MAUP status voor. Ik ben het eventjes kwijt. De afkorting geeft in ieder geval aan dat kaarten een zekere mate van onzekerheid hebben. Het staat voor Movable Area Unity Problem. Wat je in deze kaart ziet, dat is meteen het punt, denk ik, het belangrijkste, is het feit dat de postcodegebieden die gebruikt zijn aan de Duitse kant heel groot zijn, veel groter dan de postcodegebieden aan de Nederlandse kant. Dat heeft alles te maken met het feit dat we geen gegevens op straatniveau hadden maar alleen op postcodegebied. En dat je dus bent aangewezen op die data. Die postcodegebieden die zijn deels bijna even groot als de helft van het oostelijke stuk van Zuid-Limburg. Ik overdrijf nu iets, maar je ziet dat de nauwkeurigheid van zo'n kaart heel erg beperkt is. En dat verklaart het feit dat je in dit geval die trend niet duidelijk terugziet. En daar kun je allerlei methodieken op toepassen om, bijvoorbeeld de afkampwaarde enzovoort. Je krijgt die trend niet terug te zien in een kaart die dusdanig onnauwkeurig is. Wat de kaart wel laat zien, daarom plaats ik hem ook in het boekje, is dat de besmettingen of de seropositieve bloedtenoren wel gevonden worden in een bepaald gebied. Dat zijn de aanpalende gebieden. En daarbuitenom, ik noem het maar een schil, zie je geen besmettingen meer. En dat geeft dus wel aan dat we toch goed zitten ook met de statistiek die we daarop hebben losgelaten. En die statistiek die ik heb gebruikt geeft weer hoe de percentages besmettingen binnen zones van 20 kilometer zijn. Dat zijn ook vrij grote gebieden. We hadden natuurlijk ook 5 kilometer kunnen kiezen. Maar ja, ondanks het feit dat we 3000 of meer dan ruim 3000, bijna 3500 bloedtenoren hebben gehad, zijn dat toch nog verhoudingsgewijs kleine aantallen. En vandaar dat gekozen is voor die zones van 20 kilometer. En dan zie je toch daar een trend in
namelijk een dalende trend van de seropositiviteit uitgaan van de boerderij, zeg maar, in het Duitse gebied aansluitend, de eerste 20 kilometer aansluitend bij dat gebied, tot de gebieden die verder af liggen. Ja. Dankjewel. Je hebt al een vervolgende vraag me uit de mond genomen, inderdaad. Want ik had ook de vraag waarom zijn die 20 kilometer klasse gekozen, maar dat is meteen helder. Dankjewel daarvoor. Heeft ook in de analyses gecorrigeerd voor dichtheden van schapen en van geiten, maar ook voor het aantal Q-koortsmeldingen. Zou heel kort kunnen toelichten waarom u die correcties heeft toegepast in deze analyse? De correctie is toegepast omdat je natuurlijk toch bij gebrek aan beter weten te maken zou kunnen hebben met een bron aan de Duitse kant. Die het patroon op dezelfde manier zou kunnen verklaren. Vandaar dat dit in de statistieken is meegenomen. Oké. We hebben wel voor ons gebied heel duidelijk alle bronlocaties in beeld gehad. En daarvan ook voor een groot gedeelte op basis van tankmelkonderzoek serologieën bij of PCR's bij de geiten, duidelijkheid over besmettingen in onze eigen regio. In Duitsland zat dat anders. Die gegevens zijn ook afkomstig van een landelijk instituut. Dus daar moesten we het mee doen. Maar dat was de beste proxy die we hadden om mogelijke verbanden met Q-koorts aan de Duitse kant mee te nemen. Dankjewel. Ik wil graag heel kort ook even ingaan op de toepassing. U zegt ook in uw discussie de tijdigheid. Hè, deze resultaten, die eerste kaarten kwamen beschikbaar in 2012, 3 jaar na de echte uitbraak. Mijn vraag is eigenlijk... Mag ik dit beschouwen? Dokter van Duin over het bank, dit beschouwen als een hele korte vraag waarop een heel kort antwoord mag komen. Oké. Okay. Ja. Dus de toepasbaarheid. Misschien kan die ook heel kort beantwoord worden. Wat is er aan de Duitse kant aan actie genomen naar aanleiding van deze bevindingen? Er is heel weinig actie genomen. Eigenlijk geen actie. En de enige actie is het onderzoek wat wij hebben gedaan. En dat is natuurlijk wel essentieel. Dat heeft wel laten zien dat de chronische Q-koortsgevallen in het ziekenhuis waren gemist, niet opgemerkt. Maar dat is alles. Dankjewel. Ik geef graag het woord terug aan meneer de prorector. Oké, deze discussie kunt u vast nog elders voortzetten. Dokter Wolfs is medisch moleculair en microbioloog aan het Maastricht UMC. En ik geef u het woord. Dank u, meneer de prorector. Geachte kandidaat, ook ik wil u feliciteren met dit prachtige proefschrift en daarbij ook uw promotieteam betrekken. Je kunt duidelijk zien wat de meerwaarde is als je er lang over kan doen en hoe dat het boekje ten goede komt. Ik wil graag met u van gedachten wisselen over een recente publicatie die ik zag, juli van dit jaar, door een Chinese groep, Wang et al, in PLOS Neglected Tropical Diseases, waar zij misschien wel geïnspireerd door uw werk een Chinese uitbraak van Q-koorts hebben onderzocht en daar ook een combinatie hebben gebruikt van microbiologische, klinische en geospatiële data. Maar de technieken verschilden wel enigszins. Ik zal het niet gaan hebben over sequencing versus PCR en dergelijke, misschien verrassend. Maar graag wil ik het met u hebben over de geospatiële technieken. Want zij hebben gebruik gemaakt van mobiele telefoondata en de bewegingen daarin. En ik wil graag van u horen wat u de voor- en de nadelen ziet van de methode die u hebt gebruikt versus wat zij hebben gebruikt. En wat de impact daarvan zou kunnen zijn op uw resultaten. Bedankt voor uw vraag. Ik denk dat in die tijd, dat is 12 jaar geleden, niet eens bij mij was opgekomen om gebruik te maken van telefoondata, dus mobiele telefoondata. De technologie is nu natuurlijk een stukje verder. Ook de beschikbaarheid van deze data, zeker in landen als China, Korea, of Zuid-Korea, waar het ook wordt gebruikt, is veel groter dan voorheen. Ik
ja, zie de grote potentie van deze methodieken, natuurlijk ook grote bezwaren of gevaren in de zin van privacy. Ik denk dat het niet zo gemakkelijk is om hier mobiliteitsdata via de telecomaanbieders op te vragen om daar onderzoek op te verrichten. Hoewel die data er wel zijn en telecomaanbieders ook beschikken over deze data. Maar in epidemiologische opzicht heel bruikbaar, absoluut. Wat je zag in de resultaten die zij presenteerden, is dat ze naast dat ze naar woonplaats hadden gekeken, zoals wat u ook heeft gedaan, er ook effecten waren te zien van bijvoorbeeld mensen die allemaal gegeten hadden in een restaurant wat naast een slachthuis lag. Denkt u dat het mogelijk is dat u dergelijke verbanden gemist heeft in uw studie? En ik was daar ook een beetje door getriggerd door hetzelfde figuur waar professor of dokter Van Duinhoven het over had. Omdat ik zelf ook dacht van, goh, die verbanden zijn wat minder duidelijk voor mij te zien. Zou het misschien zoiets kunnen zijn? Zeer geleerde opponent. Ik denk dat u helemaal gelijk hebt. Ik ben het helemaal met u eens. Ik noem het wel, maar ja, niet door in de diepte te gaan. Ik noem het wel in de proefschriften door, of samenvattend onder de noemer mobiliteit. Dus aangetoond dat mensen die mobiel zijn, die bijvoorbeeld fietsen, hardlopen in de buurt van een boerderij met abortusgolven of abortusstormen, de verwerpingen, een duidelijke of significant hogere kans op Q-koorts dan mensen die gewoon thuis blijven zitten of naar een andere richting vertrekken. Zuid-Limburg is echt een gebied voor Duitse dagtoeristen. De kans is natuurlijk het grootst dat je een uitstapje maakt vanuit Aken of Heinsberg eventjes naar Zuid-Limburg. Dus die lopen ook de grootste risico. Dus wat we zien, die concentratie van die positieve bloeddonoren binnen een cirkel van 20 kilometer rondom de boerderij, dat kan te maken hebben met besmettingen die door de wind zijn opgelopen op woonlocatie of elders daar in de buurt. Maar ook door mobiliteit, door reizen. Dat mensen gezegd hebben, nou, ik ga toch naar Limburg voor een dagje uit. Zonder te weten dat er sprake is van een besmette bron, een Q-koorts. Ja, het kan een rol spelen. Mag ik nog een korte vraag stellen? Liever niet. Liever niet. Goed, dankjewel. Dan geef ik graag het woord terug in de projector. Dus u geeft mij het woord terug, dankjewel. De tijdsverlopen tijdens opposities hebben een soort logaritmisch beloop. Nee, ik dacht dat het lineair zou zijn, maar het is toch logaritmisch. De oppositie zal worden voortgezet door dokter Den Heijer. Hij is arts MNG bij infectieziektebestrijding GGD Zuid-Limburg en verbonden als onderzoeker aan de vakgroep Sociale Geneeskunde al hier. Dokter Den Heijer. Dank u, heer prorector. Geachte kandidaat. Ten eerste wil ik u natuurlijk van harte feliciteren met dit prachtige proefschrift en daarbij natuurlijk ook uw promotieteam daarbij betrekken. Ik ken iemand als iemand die zeer nauwkeurig is en wel doordacht en dat is helemaal terug te zien in dit proefschrift met 4 prachtige publicaties. Graag zou ik met u willen hebben over de conclusies en aanbevelingen die u doet in de algemene discussie. En vooral dan de cross-border samenwerking. Het wordt eigenlijk altijd al genoemd dat infectieziekten geen grenzen kennen. En ja, op de een of andere manier blijft het toch lastig om die samenwerking goed op te zetten. Dus ook bij de Q-course, nu ook bij COVID, dus er zijn natuurlijk wel contacten, maar het is vooral afhankelijk van personen die daar zitten. En als die wegvallen, is dat dan toch weer een hiaat dat er valt. Hoe denkt u dat dit nou toch beter geborgd kan worden, deze samenwerking? Heeft u daar gedachten over en kunt u die met ons delen? Zeer geleerde opponent, bedankt voor uw vraag. In wezen heeft een collega van ons, Harriet ter Waarbeek, in een artikel gezamenlijk geschreven met dokter Maassen, dacht ik, al heel goed nagedacht over hoe je betere werkrelaties zou kunnen borgen. Die werkrelaties die moeten opgebouwd worden, die hebben tijd nodig en die hebben vertrouwen nodig. Dat zijn de belangrijkste ingrediënten of factoren. Daarvoor heb je echt een goede relatie in vredestijden nodig. Dat wil ook zeggen, dat is mijn visie,
dat je elkaar moet kennen, persoonlijk moet kennen. Dat kan niet op een afstand via de telefoon. Dus je moet bij elkaar komen. En, nou ja, dat is wat ik zelf noem. Omdat, ja, daar sta ik ook helemaal achter. Ik denk dat we echt moeten samenwerken. Bijvoorbeeld in zo'n onderzoek door een gezamenlijke onderzoeksgroep op te richten. Waar mensen vanuit de overkant ja, eigenlijk taken overnemen en ook zelf betrokken zijn bij het onderzoek. En hetzelfde geldt natuurlijk in vredestijden. We hebben niet altijd te maken met zo'n uitbraak. Maar ja, we hebben nu natuurlijk COVID, waar we dat dagelijks zien hoe belangrijk het is. Maar in vredestijd, ik denk, ja, mensen moeten bij elkaar over de vloer komen. En misschien ook een stage lopen. Dat kan een dag, dat kan twee zijn, maar dat kan ook een week of een maand zijn. Zoals onze AIOS'en dat ook doen bij andere instellingen, zou dat hier ook kunnen. Er zijn juridische bezwaren tegen misschien, of ook ja, qua werkafspraken, moeilijkheden, maar ik zie geen enkele reden waarom dat niet mogelijk zou moeten zijn. Dank voor uw antwoord. U heeft het in uw proefschrift ook over een taskforce. Waaruit moet die dan bestaan? Is dat dan puur vanuit GGD-infectieziekte? En dan aan de andere kant van de grens natuurlijk ook? Of moet dat breder gezien worden, deze samenwerking? U noemt de taskforce. Taskforce, ja. Ja, in eerste instantie is dat gericht op infectieziekten. Het is natuurlijk wenselijk als dat ingebed is in een bredere samenwerking. Die zijn er natuurlijk ook. Er zijn allerlei samenwerkingsverbanden. Alleen, ja, mijn focus ligt natuurlijk op de infectieziekten en de infectieziektebestrijding. Dus in eerste instantie denk ik dat ja, wij vanuit onze positie moeten proberen om dat voor elkaar te krijgen. En dat kan deels op een informele manier, maar ja, daar heb je toch ook andere ketenpartners en partijen voor nodig om te ondersteunen. Ja, dank voor uw antwoord. En ja, mooi dat onze collega Henriette Waardmeet daar ook stap in maakt. Dus ze zijn ook belangrijke bijdrage geleverd. Ik heb denk ik nog tijd voor een korte vraag. U zit in de reservetijd. Ja, nog maar. Dus, werd ook even al genoemd over de geospatiële methodes. Dat die volgens u ook een standaard tool kunnen zijn voor de infectieziektebestrijding. Hoe ziet u dat voor zich en bij welke ziekte zou dat toegepast kunnen worden? Dus waarbij we dat nu nog te weinig doen volgens u. Zeer geleerde opponent, ik verstond niet wat uw ingang zei. De geospatiële methode. Ja. Ja, ik denk dat geospatiële methoden duidelijk hun nut hebben bewezen. Hebben laten zien wat de kracht is, maar ook wat de tekortkomingen zijn. Je kunt niet alles. Meneer Hakkert, de gelegenheid voor het verdedigen van uw proefschrift is voorbij. Tenzij u nog met een enkele zin antwoord zou willen geven. Ik kan me voorstellen dat u daarvan afziet. Graag de pro-rector, ook gezien de tijd, zie ik. Oké. Dan zal de promotiecommissie zich nu voor beraad terugtrekken. En ik verzoek u en uw gezelschap onze terugkomst en de uitslag van dit beraad in deze zaal af te wachten.
Meneer Hakkert, u had al gezien aan de aanwezigheid van de online opponenten dat we op weg waren naar u en nu zijn we er. De commissie hier aanwezig heeft zich beraden over, over de kwaliteit van uw proefschrift en de wijze waarop u dat proefschrift hebt verdedigd. Op grond van haar positieve oordeel en gelet ook op de examens die u vroeger heeft afgelegd, heeft zij besloten u het gevraagde doctoraat toe te kennen. De hooggeleerde professor Hoebe is gemachtigd u op de gebruikelijke wijze met deze waardigheid te bekleden. En het woord is dus aan uw promotor. Belooft u dat u altijd volgens de beginselen van de wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan, eerlijk en zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk? Dat beloof ik. Krachtens de bevoegdheid ons door de wet toegekend en volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik hierbij u, Volker Heinz Hakkert, tot dokter te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens wet en gewoonte zijn verbonden. Ten bewijze hiervan overhandig ik u nu de bul, door rector, secretaris en overige leden van de promotiecommissie ondertekend en met het grootzegel van de universiteit bevestigd. Dokter Volker Hakkert, dat klinkt lekker. Nee, natuurlijk enorm gefeliciteerd met deze prachtige titel. Ja, het is ook nog wel heel bijzonder dat het ook een cadeautje is voor je eigen verjaardag, denk ik. Omdat je over een paar dagen 60 wordt. En het is natuurlijk enorm geweldig dat je nu deze mijlpaal hebt bereikt. Ik ben zelf enorm trots en natuurlijk ook co-promotor Nicole Dukers dat je dit mooie doctoraat heb bereikt. En wat mij betreft kun je natuurlijk ook echt trots zijn op jezelf, doorzettingsvermogen. En dat heb je getoond. En die felicitaties deel ik ook graag met familie, vrienden, collega's. Echt enorm mooi. Dat is ook gelukt in een best zware tijd. In de hele prestatie. Want heel recent, op 29 juni, is natuurlijk onverwacht je moeder nog overleden. En ook maar kort geleden in november nog je vader, ook aan COVID-19. Beiden werden 91 jaar. Enorm verdrietig. En ik ben ervan overtuigd dat ook zij enorm trots zullen zijn op dat je hier staat. Vorig jaar werd ook nog je goede vriend Werner ernstig ziek en hing zijn leven aan een zijden draadje. En vanaf je 10e ben je eigenlijk al vrienden als broers voor elkaar. En nou ja, nagenoeg dagelijks contact, dus dat betekende ook veel voor jou. Hij is gelukkig weer enigszins opgeknapt. En ook moest je natuurlijk vanaf het begin van de coronapandemie je vriendin Ray missen. Hè, die haar ouders verzorgde in Wuhan, in China. En hoewel natuurlijk je elke dag contact kan hebben, elektronica is tegenwoordig na 12 jaar ook verbeterd en contact met China kan, is dat natuurlijk toch enorm ver weg. En ook haar vader overleed in juli. En het is natuurlijk enorm lastig om elkaar te troosten op afstand op deze manier. Het is natuurlijk wel enorm fijn dat Ray er vandaag bij kan zijn. Want dat is een hele tijd geleden dat je haar live hebt kunnen zien natuurlijk. Dus al met al een onverwacht en bijzonder zwaar jaar voor jou. Dat voorgoed en onlosmakelijk met de pandemie verbonden zal blijven. En zoals je in je dankwoord begint, corona heeft alles voor jou veranderd.
Dan gaan we een beetje terug in de tijd. Want 2008, toen begon het allemaal. Toen ik je eigenlijk via Henriette, je noemde het er al, leerde kennen. En kennis met je maakte toen je in opleiding was voor de infectieziektebestrijding. Je werkte toen bij de GGD Twente. En wilde nadat je ook een epidemiologie-registratie had, ook eigenlijk wel graag promoveren. Nou, je verhuisde naar Aken, ook niet zonder slag of stoot met het kwijtraken van je oude huis. Om bij de GGD Zuid-Limburg uiteindelijk je opleiding te vervolgen. Ik nam het stokje als opleider over. En in 2009 viel je natuurlijk ook meteen met je neus in de boter, of kan ik beter zeggen, met je neus in de geitenkaas. Want net na Brabant kwam ook Limburg natuurlijk volop in de schijnwerpers te staan als het om Q-koorts ging. Wat we toen dachten dat het een grote epidemie was. Dat was toen ook een grote epidemie, maar goed, de afgelopen tijd is daar natuurlijk iets groters bij gekomen. En het was natuurlijk een heel toepasselijk onderwerp voor een proefschrift. Nou, je maakte echt van alles mee. Van bloedafnames bij geiten in de stal van de boerderij, tot het bezoeken van collega Sascha Aldehoek natuurlijk in het Duitse klinicum in Aken met een doos vol serumbaasjes onder je arm. We gingen serologisch onderzoek doen bij de golfclub in Voerendaal, samen met de huisartsen daar ter plekke. En natuurlijk toch ook nog je stage bijvoorbeeld bij het CDC in Beijing, waar je natuurlijk ook toch de Q-koorts een beetje als thema had meegenomen. Nou, je moest de proefschrift natuurlijk wel naast een opleiding doen en naast het dagelijks werk. En dat is natuurlijk een hele uitdaging. En zeker met je gedegen aanpak, Deutsche Gründlichkeit, ging het natuurlijk ook wel soms misschien een beetje ten koste van het tempo. Maar na 12 jaar sta je hier dan toch met een prachtig proefschrift. Als onderdeel van de academische werkplaats, publieke gezondheid, waar we natuurlijk praktijk en onderzoek verbinden. En dat heb jij ook fantastisch laten zien. Nou, het is al gememoreerd. Het is natuurlijk een prachtig proefschrift geworden met hele mooie hoofdstukken. Die ook echt in uitstekende tijdschriften zijn verschenen. En het kroonjuweel is natuurlijk toch wel je epidemiebeschrijving. Die in het zeer gewaardeerde tijdschrift Clinical Infectious Diseases is verschenen. En ondertussen al maar liefst 64 keer geciteerd is. Dus dat is toch ook iets waar je trots op mag zijn. Maar ook, en dat is toch wel bijzonder voor een proefschrift, is dat het ook een hele mooie inleiding kent. Waar je echt doorwrocht over nagedacht hebt met een stukje historie. Maar ook de discussie is zeer lezenswaardig en ook echt inhoudelijk belangrijk voor de infectieziektebestrijding. Wat mij betreft moet dat misschien ook nog een keer gepubliceerd worden. En je hebt ook nog naast eigenlijk het proefschrift toch nog een aantal wetenschappelijke zaken gedaan. Ik noem maar wat, bijvoorbeeld het onderzoek over mest met de Wageningen Universiteit. Ja, en dan zijn er soms ook nog van die randverschijnselen bij zo'n onderzoek. Dat was hier ook bij, want die uitbraak van Q-koorts kreeg ook nog een juridisch staartje. Hè, daar was je bij betrokken, ook een stuk eigenlijk heel vervelend natuurlijk. Het ging over een casus dat uiteindelijk volgens mij was het een van de hulpboeren die uiteindelijk ook ziek was geworden en een aantal jaren later overleed. En de suggestie was dat dat dan toch voorkomen had kunnen worden. Maar uiteindelijk overleed hij aan een epileptische aanval en was er helemaal geen relatie met Q-koorts. En dat vond de rechter natuurlijk uiteindelijk ook. En jij hebt daar als getuige ook een rol in moeten spelen om te vertellen over de exponentiële verloop van die abortusgolf. En hoe wij dat gezien hadden vanuit de GGD. En het effect op de verwerpingen en op het tijdsbeloop. Nou ja, hopelijk kan het juridische boek na 12 jaar dicht, zoals eigenlijk de boer zelf ook al zei. En ik heb er alle vertrouwen in dat het vervelende staartje waar we nu nog even in zitten ook snel met de sisser afloopt. Maar we zullen zien. Volker, ik heb je leren kennen als een enorm integere, fijne collega met een enorm gedegen kennis. Die alle zaken heel goed uitzoekt, alle argumenten op een rijtje zet. Je weet ook de kern te raken. Ingewikkelde zaken eigenlijk heel helder te communiceren. Daarom speel je natuurlijk ook een belangrijke rol in de communicatie naar burgers, professionals. We zien je natuurlijk al af en toe op L1 verschijnen, wat heel mooi is. En ook in het onderwijs vervul je die rol en mag je die competentie inzetten. Ik heb met ontzettend veel plezier met je samengewerkt en ik hoop dat eigenlijk nog jaren te mogen doen. En voordat ik definitief deze laudatio afsluit, wil ik je ter herinnering aan de Q-koorts
tijd toch nog een kleine geit geven. Een kleine geit. Nogmaals, enorm gefeliciteerd en geniet ervan. Dank u wel, meneer de promotor. En ja, succes. Ja, ik weet hoe bevallingen belopen bij geiten, maar deze leek heel soepel te gaan. Dr. Hakkert, ik heb u steeds als meneer Hakkert genoemd, maar ik kan u nu Dr. Hakkert noemen. Ik kom zo bij u terug nadat ik uw gezelschap heb toegesproken. Niet na even te vermelden dat ik als huisarts heel veel geleerd heb van deze middag. Het verhaal natuurlijk over de Q-koorts en de zoonozen, waar wij nu toch behoorlijk van op de koffie komen. Het verhaal rondom de mondkapjes, waar gisteren Jaap van Dissel nog van alles over gezegd heeft bij de opening van het academisch jaar. En de mooie Duitse taal die je toch af en toe tussendoor strooide, want ik heb nu weer, herinner ik mij weer, kapitel is een hoofdstuk, dus dat zal ik eeuwig onthouden. De informele, frivole boodschap tot nu toe is dat we dankzij Dr. Hakkert weer receptie kunnen houden. En nu is het verwarrende dat die gaat plaatsvinden op de binnenplaats. Maar die is buiten. Dus als u straks, als ik de zitting heb afgesloten, is het de bedoeling dat u als eerste de zaal verlaat. Dat wij nog met de online opponenten, dat Dr. Hakkert daar een felicitatie mee kan uitwisselen. Dat u daar wacht op ons, want wat naast die felicitaties gaan we ook nog een foto maken. Dus al die minuten kunt u alvast gebruiken om zeg maar de horeca van deze instelling te voorzien van uw aanwezigheid. En het is natuurlijk altijd het verschil tussen de UM-reglementen en de horeca-reglementen. Maar we hebben hiervoor toestemming gekregen dat u dit in volle getalen kunt gaan ondergaan en genieten. Dr. Hakkert, namens de Universiteit Maastricht, het College van Bestuur en het College van Decanen, feliciteren we u met uw behaalde dokterstitel. En hiermee sluit ik deze academische zitting.